Bij zijn aantreden op het ministerie van Binnenlandse Zaken is minister Bronto Sommohardjo een aantal problemen tegengekomen. Van personeelsleden die onterecht in dienst zijn genomen tot de uitbetalingsproblemen van het verkiezingspersoneel. Een van de zaken waarop hij zich wil concentreren is het personeelsbeleid. We nemen dat samen met hem onder de loep. En van harte goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van ons programma Onder de Loep. Het programma waarin we actualiteiten in breder perspectief plaatsen en vanuit meerdere invalshoeken bekijken. In deze aflevering behandelen wij de plannen van minister Sommohardjo voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. Onze gastcolumnist voor deze week is Robbie Parabir Singh, meer bekend als Rappa. Na de break stel ik de minister aan u voor. En zoals eerder aangegeven aan mijn tafel vandaag de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Sommohardjo. Hoe gaat het met u? Goedenavond, hoe gaat het met u? Het gaat goed, goed. Alles goed? Zeker weten, ja. De hele heisa, eigenlijk de regering, de Noam Tjindjougoujougou, is een beetje onrustig of toch wel rustig voor u? Nou, het is altijd rustig voor mij. Kijk, dingen gaan zoals ze gaan en ze zullen aflopen zoals ze moeten aflopen. Dus Oké, u kijkt heel nuchter naar zaken. Ja, heel erg, ja. Ja, terwijl uw vader zei wel eens, terwijl de honden blaffen gaat de caravaan door. Maar daar sta ik ook achter, terwijl de honden blaffen gaat de caravaan door. En wij gaan door. Het is een beetje inderdaad wat u zegt onrust, maar met goede communicatie gaan we daar ook doorheen komen. Oké, mooi. En u bent haast 6 maanden minister van Binnenlandse Zaken. Heel belangrijke ministerie. Ja, een hele grote ministerie. Ja. Met verschillende beleidsgebieden. Verkiezingen valt onder ons. Archivalia valt onder ons. Personeelsbeleid valt onder ons. Pensioenen valt onder ons. Wet sociale zekerheidsstelsel valt onder ons. Religieuze aangelegenheden. En iets wat ik heel belangrijk vind. Vrouw, gender valt onder ons. Ja, mooi, mooi. En ja, dus het bevalt wel als minister van Binnenlandse Zaken. Wilde u trouwens überhaupt minister worden? Nou, ik heb er nooit aan gedacht, maar ik ben wel blij dat ik die kans heb gehad, dat ik het volk mag dienen. Dat bevalt mij tot nu toe goed. Mm-hmm. Het was niet van, dit had ik ervan gedacht en eigenlijk het is helemaal niet geworden wat ik ervan had gedacht. Nou, u had net een intro gedaan. je had, hoe zeg je dat, een betere tijd voor minister kunnen zijn, een betere periode. Deze periode is heel moeilijk. Het is een warboel wat wij hebben overgenomen, maar nogmaals, de taak wat we voor ons hebben is een dankbare taak en dat is het volk dienen en dat doe ik graag. Mm-hmm. En u gaf aan verschillende zaken die gedaan moeten worden. Wat is voor u prioriteit op dit moment? Nou, in de afgelopen maanden hebben wij eerst een overzicht proberen te krijgen van de wanorde die er was. U noemde een aantal zaken op. We hebben met veel dingen te maken gehad, zoals dubbele salarissen, belastingontduiking, mensen waar gehandicapten waarvan misbruik werd gemaakt, geld werd op hun rekening gestort, contracten waarvan geen diensten werden geleverd. We probeerden van al die zaken, waarvan een groot gedeelte trouwens naar het klad is, een onderzoek een overzichtelijk te maken en vanuit daaruit orde op zaken te stellen. Dus mijn prioriteit in het algemeen is het ministerie beter achterlaten wat we hebben aangetroffen. En we hebben een warboel aangetroffen. En u heeft toch wel een hele markante uitspraak gedaan in de case van eigenlijk de ministers die eigenlijk na hun minister, na de periode dat ze geen minister meer zijn, dat ze riante salarissen nog ontvangen. En hun ziektekostenverzekering nog platinum is en al dat soort zaken. U zegt van, u hoeft dat allemaal niet, want daarna heeft u nog uw winkel, u heeft die pensioen goed geregeld. Ja, maar klopt niet alleen ik. Ik ben iemand die een transparant beleid wil voeren, een rechtvaardig beleid. Wij zijn voornemens om een wet in te dienen. Ik heb al de wet aangeboden gekregen van het kabinet van de president om de voorzieningen van de gewezen ministers nader te bekijken. Ik was zelf ook al bezig met die wet, dus wij proberen dat te matchen. In mijn
opzicht, in mijn optiek, is het niet nodig dat de staat ons nog verzorgt, jarenlang tot ons dood. Want we krijgen nu al veel van de staat, we krijgen een goede bezorging, we krijgen een goed vervoer. Maar natuurlijk is de realiteit dat er rancune is in Suriname. Dus je moet wel voorzieningen treffen voor de gewezen ministers. Geef ze bijvoorbeeld een kans om een goedkope lening te nemen bij de bank, zodat ze hun bedrijf kunnen verder doorzetten. Geef hun de kans om te scholen. Maar in mijn optiek moet het niet zo zijn dat wanneer ik minister af ben, dat de staat mij nog tot mijn dood moet verzorgen. Ik vind dat niet. Ja, en het is, u heeft het over rancune, maar het is de regering niet in dank afgenomen. Want één minister, oud-minister, heeft zelfs de staat voor de rechter gedaan. Ja, en ik heb het gevoel dat er nog meerdere gaan komen. Maar ja, we leven in een rechtsstaat, we kijken wat er gebeurt. De uitspraak is binnenkort. Dat was weer van de platinumpasjes en dus ja. En wat ziet u echt als een uitdaging? Die 54.000 ambtenaren wat we hebben. Dat beslaat 40% van de beroepsbevolking. Dat is echt een uitdaging. Er is een rapport geweest van de IDB, wat heeft gesteld dat een inefficiënt ambtenarenapparaat 239 jaar kost voordat je BBP verdubbelt. 239 jaar. Terwijl als je een efficiënt ambtenarenapparaat hebt, het maar 22 jaar kost. Dus met andere woorden, als wij niks gaan doen aan ons ambtenarenapparaat efficiënter maken, gaan we voor niks olie vinden, we gaan voor niks hout exporteren. Het blijft even slecht. Okay, daarop komen we straks terug. En wat zijn vooral de kansen? De kans is nu het hervormen van de overheidsapparaat, omdat ik het gevoel heb dat de politieke wil er nu wel is. En ik wil daar graag aan meedoen. Alles hangt af van de politieke wil. En ik zie in mijn omgeving, ik zie het aan de president, aan de vicepresident, dat op dit moment de politieke wil er wel is. Oké, mooi. We gaan dan even naar ons gastcolumnist voor vandaag, Robbie Rabba. Rabba. Kijkers, goedenavond. Onze ambtenarij, het personeelsbeleid onder de loep vanavond. Al jaren een hot item. Er zijn te veel ambtenaren, hoor je zeggen. Sommigen, of velen, hebben een 7-even mentaliteit. 7-even. Is dat om te bieven? Of bleven ze kleven bij het leven? Hoe vloeien wij overtollige ambtenaren af? Maar er zijn genoeg ambtenaren die zich ten volle inzetten en heel goed werk presteren. Zo, het zou daarom goed zijn om even in te gaan op de betekenis van het begrip, het woord ambtenaar. Het basiswoord is ambt, met een b ertussen. Een ambt is een post, een dienst, een openbare betrekking, public. Ja, dus niet privé, niet particulier, openbaar. Een ambtenaar wordt dus door de overheid, de staat, in zo'n ambt benoemd. Zo heb je verschillende ambten. Je hebt het ambt van onderwijzer of het ambt van districtscommissaris, noem maar op, hè, zo'n paar te noemen. En je kan zo'n ambt aanvaarden of vervullen of een ambt uitoefenen of bekleden, vaste werkwoorden daarbij. Iemand die een ambt bij de overheid vervult, die is een ambtenaar. Simpel. Vroeger sprak men van een overheidsdienaar. Of een landsdienaar, Tramantakasantron, landspinaar, maar goed, dat is een grapje hoor. Ja, maar dus als ambtenaar moet je het publiek dienen, dat is duidelijk. Je moet de mensen ten dienste staan. Je bent als ambtenaar dus een dienstverlener. Je verleent diensten en daarvoor word je dus met het geld van de belastingbetaler betaald. Verder heeft elke groep van ambtenaren zijn eigen werkterrein en bevoegdheden. Een ambtenaar bij het Openbaar Ministerie kan en mag geen invoerrechten heffen. Dat mag een ambtenaar bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen wel. En die mag geen geboorteakte of trouwakte voor de registers van de burgerstand maken. Dat is het werk van de ambtenaar bij de burgerlijke stand. Vaak wordt een ambtenaar daarom met zijn bevoegdheden aangeduid. Zo heb je beveiligingsambtenaren, immigratieambtenaren, reclasseringsambtenaren, vervolgingsambtenaren, voorlichtingsambtenaren. Ga zo door, lodde. Ja? De verzamelnaam voor al die ambtenaren en de diensten die zij vervullen is de ambtenarij. Ja toch? En binnen deze ambtenarij is er een streng
rangenstelsel, hiërarchie, oké. En het salaris van de ambtenaar, oftewel zijn bezoldiging, is vooral afhankelijk van zijn rang en daaraan gekoppeld. Kortom, de ambtenaar is er om het publiek te dienen en hij heeft daarbij specifieke bevoegdheden en hij mag zelfs sancties, zoals boetes heffen als het publiek de wettelijke regels overtreedt. Maar dit wil niet zeggen dat de ambtenaar mag heersen over het publiek. Het publiek mag hij niet onderdrukken of zelfs afpersen. In dat geval gaat die ambtenaar wel merken dat hij ook gestraft zal worden. Tuchtstraffen. De ambtenaar moet dus tot slot een voorbeeld zijn van hoe het moet en hij dient de ontwikkeling van de samenleving te stimuleren en zeker niet te stagneren. Want als het goed gaat met de samenleving, zal het ook goed gaan met de ambtenaren. Ja toch? Oké, ik dank u voor uw aandacht. Tot de volgende keer. Goedenavond. En dankjewel Rappa Robbie Parabirsing. En hij heeft het heel goed geschetst wat de ambtenaar eigenlijk allemaal verantwoordelijk voor is. En jammer genoeg vergeten ambtenaren, de goede niet nagesproken eigenlijk, wat hun taakstelling is. Dat in de eerste plaats is het publiek dienen. Klopt, ja. Laten we teruggaan op meneer Rappa. een mooi stukje. Maar hij zegt, als het goed gaat met de samenleving, gaat het goed met de ambtenarij. Maar het is omgekeerd, is het des te meer zo. Wanneer het goed gaat met de ambtenarij, gaat het goed gaan met de samenleving. Ik heb u net dat rapport van IDB voorgelezen. Als er een efficiënt ambtenarenapparaat is, gaan we de BBP sneller kunnen verdubbelen. En dat is goed voor het volk. Dus nogmaals, een goed overheidsapparaat is ten voordele voor heel Suriname, niet alleen voor de ambtenaren zelf. Om terug te komen op uw vraag, er zijn inderdaad meer goede dan minder gemotiveerde ambtenaren. Laten dus ik wil het woord slecht niet gebruiken. Ja, ik wil het woord laatst met minder gemotiveerd. Maar in mijn omgeving, mijn ambtenaren die werken soms tot 8 uur 's avonds, 9 uur 's avonds. Onze ministerie is het moederministerie. Het ministerie die eigenlijk zorgt voor alle andere ministeries. Dus wij zijn 24/7 bereikbaar. Zelfs op feestdagen zijn wij open als moeders. Mijn ambtenaren zijn heel erg gemotiveerd. Ja. Oké, mooi. En regeringen op regeringen, u sprak over het IDB-rapport. Dit IDB-rapport is niet nieuw. We 20 jaar oud. Ja, precies. We praten er al zo lang over. En steeds na verkiezingen worden de ambtenaren in dienst genomen. Klopt. Voor de verkiezing, na de verkiezing, klopt, steeds meer. En hoe willen we dan invulling geven? Kijk, dat onderken ik ook niet. Maar ik geef wel toe dat de afgelopen periode het wel heel erg veel was. De afgelopen periode zijn er 17.000 mensen in dienst genomen de afgelopen 5 jaar. Ik onderken ook niet dat het altijd zo zal zijn dat de politiek mensen in dienst zal nemen. Daarom wil ik een wet indienen. Een wet genaamd rechtspositie voor politieke benoemingen. Ik zeg van oké, ik ga je benoemen in de politiek, maar weet wel, wanneer ik wegga, ga jij zelf ook weg. Je hebt dat in Amerika, je hebt dat in andere landen. Wat de voordaan is, je kan de mensen benoemen, de politiek kan aan haar trekken komen, maar het volk hoeft dan niet 100 jaar te betalen voor die ambtenaar die in dienst is genomen. Dus wij nemen je in dienst, maar weet wel, wanneer wij weggaan of wanneer de minister weggaat, ga je ook weg en daar hoor je rekening mee te houden. Ik denk dat dat een goede manier is om politiek bij elkaar te brengen en een stukje efficiëntie in het overheidsambtenarenapparaat. Want we gaan nooit ontkennen dat politiek altijd mensen in dienst gaat nemen. Dus ja, en deze regering is ook het geval geweest. Deze regering heeft tot nu toe ook een aantal mensen in dienst genomen, maar nogmaals geen 17.000. En we gaan dat ook nooit doen. Een voorbeeld van onze partij, Pechuilo, hoor. Wij draaiden van 2010 tot en met 2014 ook het ministerie van Binnenlandse Zaken. En toen hebben wij 182 mensen in dienst genomen. In vergelijking met de 5.000 die de afgelopen periode in dienst zijn genomen. Alleen bij Binnenlandse Zaken. Mm-hmm. En ja, maar een wet indienen, politieke ambtsdragers, wil nog niet zeggen dat het aantal gaat afnemen, vooral nu,
We moeten saneren volgens het rapport. Kijk, dat is weer iets anders. Je kan ze in twee pools verdelen. Je hebt politieke benoemingen en natuurlijk de mensen die er zijn, ambtenaren. Maar het saneren klinkt negatief. Wij willen ervoor zorgen. Wij gaan volgende week of over twee weken, ik heb al goedkeuring van de raad gehad, een grootscheepse onderzoek beginnen onder de ambtenaren om te horen wat zij nodig hebben, wat zij zouden willen om vervroegd vrijwillig uit het ambtenarenapparaat te treden. Het woord vrijwillig is belangrijk. Kijk, het is leuk bij het ambtenarenapparaat, maar als ik ervoor kan zorgen dat wanneer jij vrijwillig vervroegd eruit treedt, dat jij het nog beter hebt, dan denk ik dat zij er wel voor gaan gaan. Mm-hmm. Maar het onderzoek gaat starten, het is een heel groot onderzoek, ook voor het eerst gedaan. Maar het belangrijkste nogmaals, dat heb ik net al gezegd en blijf ik herhalen, is de politieke wil. Ja, ja. Is dit die wilde? Ik heb het gevoel dat de wil er nu nog steeds is, bij president Santokki en bij vicepresident Brunswijk. Mm-hmm. En daar moeten wij mee werken. Ik heb gezien dat het anders is als bij andere personen. Zij willen voorgaan voor de hervormen van de overheid. Want nogmaals, een efficiënt overheid is goed voor jou en mij. Oké, maar gaat het om twee dingen? U zegt mensen, u gaat naar een onderzoek om na te gaan hoeveel mensen vrijwillig uit het apparaat willen. Nee, niet na te gaan hoeveel, na te gaan wat de mensen willen. Oké, als een vervroegd, want je hebt ook een case. Ik denk dat u daarvoor met het pensioenfonds moet checken. Want je hebt ook mensen die misschien 35 dienstjaren hebben, maar nog 53 jaar zijn. Ja, dus dat ook, dat is ook bekeken. Omgekeerd ook, je hebt mensen die 28 dienstjaren hebben en al 55 zijn. Waarvoor kunnen wij ze niet optrekken naar 35 dienstjaren geleden? Dus er zijn verschillende mogelijkheden om... Ik had dan weer de opmerking gehad, maar dan ga je misschien problemen krijgen met de ambtenaren die al met pensioen zijn. Ja. Een beetje oneerlijkheid. Dus wij gaan de mogelijkheden bekijken. Maar kan het pensioenfonds het dan dragen? Want die hebben dan niet gestort voor die periode dat ze... Wij zouden dan moeten inkomen als staat, want wij betalen dan minder aan normale bezoldiging, toch? Dus dat deel kan dan gaan naar het pensioenfonds. Ja, dus wat wij niet betalen aan bezoldiging, zouden wij de pensioenfonds kunnen ondersteunen om te betalen aan pensioenen. Mm-hmm. Ja. En het IVA draagvlak bijvoorbeeld in de Raad van Ministers? De Raad van Ministers is heel erg enthousiast over het hervormingsplan, maar wij moeten echt... Kijk, ik ben zo iemand, ik wil niet iets doen en even zonder verstand, ik doe iets en het pakt niet. Er was al een regeling van vervroegd uittreden voor vervroegd pensioen en in het jaar 2018 hebben maar 152 mensen meegedaan. Dat heeft voor mij genut. Mijn streven is om minimaal 2.000 tot 3.000 ambtenaren vervroegd uit te laten treden, vrijwillig nogmaals. En u had het eerst over die ministermensen op een hoger niveau, dus qua ambtenaren in de ambtenarij. Maar zal er ook gekeken worden naar misschien mogelijkheden, zodat die mensen, tenminste die mensen die vroeg uittreden, ook het hoofd boven water kunnen houden? Nee, zeker weten. Wij als regering, Santokki Brunswijk, willen niemand het hoofd onder water duwen. We willen niemand ook broodloos maken. Er zijn genoeg mogelijkheden om te kijken hoe deze mensen niet alleen het hoofd boven water te houden, maar ook een betere toekomst te geven. Als wij je bijvoorbeeld kunnen motiveren om in de productiesector te gaan met incentives, of het nou een lening is, of een stuk grond, of wat dan ook, dan moeten wij dat doen als overheid. Mm-hmm. Alles staat en valt met de politieke wil. Alles staat en valt met de politieke wil en ik geloof dat die politieke wil er nog steeds is. Mm. En dat IDB-rapport, heeft het raakvlakken met het IMF? Ja, IMF die wenst natuurlijk dat ambtenarenapparaat efficiënter is. Maar het is geen harde eis van hun, het is een wens. Maar wat u heeft gehoord van mijn collega minister van Financiën, het IMF gaat gebaseerd zijn op een plan van Suriname en voor Surinamers. En ik ben blij om dat te horen. Ik weet, er is nou een beetje een knelpunt met de koers. Maar ik geloof wel, nogmaals met goed communiceren, dat we eruit gaan komen. Ja, want ik hoorde de president nog vanmorgen op de radio waarbij hij zich echt richtte op de winkeliers om de prijzen. Zal de overheid dat, want dat is toch wel belangrijk als we kijken, want u had het Maar hij heeft gelijk dat hij zich daar richt tegenover de winkeliers. De importeurs die krijgen van de staat, die krijgen dollars tegen een goedkope koers. Of niet tegen een goedkope koers, tegen de centrale bankkoers, als ik het goed heb begrepen. Dan moeten de prijzen ook naar vernant zijn aan die centrale bankkoers. Mm-hmm. En als de... wij gaan ervan uit dat de importeurs meewerken, want ik kan niet alleen Suriname weer op de rail zetten. U kunt dat ook niet alleen. We hebben echt elkaar nodig. En het klinkt cliché, maar het is echt zo. We kunnen het. Dit keer zijn de problemen te groot dat we het alleen kunnen doen. Ook wij ministers doen ook aan solidariteitsheffing. Wij betalen nu ook 10% meer belasting. Als het aan mij ligt, moet het ook 20% zijn. Maar iedereen, jammer genoeg, niemand heeft ervoor gezorgd dat we in deze situatie zitten. Maar iedereen zal moeten helpen om eruit te komen. Mm-hmm. Oké. Okay. En even wat anders.
U was gestart met een hele, nou ja, ik zal het niet tamtam noemen, maar het is in de media gekomen, uitbetaling van het verkiezingspersoneel. En toch ging het mis bij de uitbetaling. Nou nee, ik ben klaar met mijn werk. Helemaal niks misgaan. Wij hebben overgemaakt voor 17.000 mensen. Aan alle districtscommissarissen, aan alle districtscommissariaten. Dus als er iets tekort komt, is het bij de commissariaten zelf. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft haar werk helemaal afgerond. Maar u gaat geen verhaal halen waar dat geld is, want een districtscommissaris zegt gewoon van het geld is gestolen. Ja, dat is verkeerd. Dat vind ik heel erg vervelend. Maar dat is nog een politieonderzoek gaande. Er is volgens mij al een verdachte opgepakt. Die persoon werkt daar. Dus laten wij rustig afwachten. Ik weet niet of we dat geld terugkrijgen. Maar belangrijk is wel dat de dader wordt berecht. Want het kan niet zo zijn dat je het gevoel hebt dat je maar kan stelen en je loopt vrij rond. Dat vind ik vervelend. Het is al eenmaal gebeurd. En de DC heeft naar zijn zeggen alle moeite gedaan om het te proberen voorkomen. Dus. Ja, maar daarmee zijn de mensen nog niet uitbetaald. Uitbetaald. Paramaribo is helemaal uitbetaald. De mensen die van wie het geld... De mensen van wie dat, voor wie dat geld bestemd was, dat heb ik voorgeschoten en zijn bij mij op kantoor uitbetaald. Dus die zijn helemaal uitbetaald. Uit uw eigen zak? Nee. Zoveel geld heb ik niet. Uit de rekening van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Okay. Nee, dus die zijn helemaal afgehandeld. Oké. En het is toch wel... zijn er al voorbereidingen voor? Want ja, we hebben gezien dat het hoofdstembureau... Of Centraal Hoofdstembureau, het personeel is vervangen, de top daar. Eigenlijk zijn jullie al bezig met de verkiezingen. Verkiezingen ben je vanaf dag 1 weer bezig, want het is een groot proces. De afgelopen verkiezing was natuurlijk niet gegaan zoals wij wensten. Terwijl de verkiezingen van Suriname wereldwijd bekend staan als de best georganiseerde verkiezingen. Er is zelfs een tijdschrift in Amerika, The Economist. De Economist die heeft ons een 9.4 of een 9.6 gegeven voor het organiseren van verkiezingen. Ook wij zijn begonnen. Wij zijn begonnen met post-electorale activiteiten, zoals onderzoek van verkeerd uitgebrachte stembiljetten. Daar hebben we ook een paar vreemde dingen op gemerkt, maar dat ga ik in een rapport aangeven. Niet bezorgde stemkaarten. Ja. We zijn bezig met een voorbereiden voor de evaluatie van de voorverkiezingen. Dus wij zijn al bezig. Wij hebben op ministerie, de nieuwe leiding van dit ministerie, heeft op zich genomen dat de eerstkomende verkiezing weer een van de best georganiseerde wordt. En daar hebben we heel veel ideeën voor en heel veel enthousiasme onder onze mensen. Ja, dus aan het vorige kabinet was toch wel aangegeven dat politieke partijen niet samen mogen werken naar de verkiezingen toe. Geen groepen kunnen vormen als Nieuw Front. En gaat dat teruggedraaid worden net als 25 februari? Nou, 25 februari, ja. Daar gaan we straks op komen. In mijn ogen vond ik het een beperking. Van onze democratisch recht om samen met elkaar te mogen werken. En wij hebben daar op zich geen moeite mee. Wij wachten wat de andere partijen vinden. Maar wij wachten rustig. Dus het is nu eenmaal gebeurd. Als wij het willen terugdraaien, is er meerderheid voor, dan gaan we dat gewoon doen. Net als met 25 februari. Maar was het een voordeel of was het een nadeel? Zijn jullie benadeeld de politieke partij? Nou, nu hebben we de kracht gezien van de partij. Ja, dus... wij hebben niet zo goed gepresteerd de afgelopen verkiezing. Maar dat komt niet omdat wij niet mochten samenbundelen. Want wij hebben toch een modus kunnen vinden met de ABOP. Dat is onze partner nu. Wij weten waarom het slecht is gaan de vorige verkiezing. Het verraad heeft ons echt een deuk gegeven. De kiezer heeft even gezegd voor Petjaluhor, even pas op de plaats. Want wij zijn bang dat wanneer wij je stem geven, dat je weggaat met die stem. Daar hebben ze gelijk in, want er zijn 3 parlementariërs toe weggegaan. Dat is ook de reden dat ik nu naar voren ben geschoven, omdat het volk ervan kan uitgegaan dat ik niet weggaat met hun stem of weggaat met het mandaat wat ik heb gekregen. Dus het is nogmaals niet de reden dat wij achteruit zijn. De reden van onze achteruitgang is het verraad. Ja. En die constellatie, om even in te zoomen op de constellatie, die modus die gevonden is tussen ABOP en PL. En ik hoorde u toch wel eens zeggen in de Nationale Assemblée, u blijft minister zolang de ABOP dat wil. Bent u geen partij op zichzelf? Ik ben een realist. Kijk, wij hebben 1 zetel van het volk gehad. Dus ik kan naar huis gestuurd worden anytime door de president, wanneer hij het maar belieft. Ook wanneer de ABOP zegt dat zoals hij wil. Dat is de harde realiteit. Ik ben een politicus die niet houdt van wolken praten. Realiteit is, wij hebben maar 1 zetel. Die hebben wij gehad
van het volk dat wij nu in de regering zitten, is dankzij de vriendschap tussen Somoharjo en Brunswijk. Die vriendschap loopt al 30, 40 jaar, maar wij weten niet hoe het verder gaat lopen. Maar kan je dan kritisch zijn? Nou, ik ben altijd kritisch, want ik ben... Ja, want net wat u zegt, u heeft die stem omwille van... Nou, ik ben altijd kritisch, dat heeft u ook gezien. Ik ben niet bang om dingen te zeggen. Dat zal altijd in me blijven. Dat hangt niet af van 1 zetel of 100 zetels. Ik zal altijd kritisch blijven. Want ik ben iemand die doet aan lerend leiderschap. Ik vind het belangrijk dat je niet alleen kritisch bent naar anderen, maar vooral kritisch bent tegenover jezelf. En het is een beetje lullig dat wanneer je kritisch bent tegenover jezelf, je dat niet met anderen gaat doen. Dus ja, dat gaat niet gebeuren. Maar dat geeft de samenwerking dan geen deuk. Nee, bijvoorbeeld Abob iets zou vinden en u zegt van... Nee, tot nu toe, en politiek is altijd tot nu toe, wordt er altijd met ons besproken wat er gedaan gaat worden. Tot nu toe wordt er altijd consensus bereikt over zaken, dus daar ben ik wel blij om. Maar we zitten in de 7e, 8e maand. Laten we kijken hoe het verder gaat. Ik mag u zeggen, tot nu toe ben ik heel blij met de behandeling die wij krijgen van de ABO. Laten we kijken wat de toekomst brengt. Okay. We gaan dan even naar een fragment die we hebben. En na het fragment vertellen wij u wat de bedoeling hiervan is. Da supu moj, da si supu da ti da jamo slobi. Moj kromfutu, moj uprofutu da ti da jamo slobi. Moj krinđari, moj bakađari da ti da jamo slobi. Moj supu žviti, supu baja da ti da jamo slobi. Moj jelejna, moj budulejna da ti da jamo slobi. Moj štimba, moj štimba da ti da jamo slobi. Vrulak tamo, nete tamo da ti da jamo slobi. Eigenlijk een scène die geen aankondiging behoeft. Iedereen kent het vast, maar de hele tekst en het lied kent iedereen ook. Het is een scène uit de bekende film One People, met niemand meer dan onze eigen Borge Breeveld. Een fragment eigenlijk dat niets te maken heeft met deze uitzending, maar dat we toch wel belangrijk vonden met u te delen. Iedereen weet dat het Borger Breeveld is opgenomen en dat het minder goed gaat met zijn gezondheid. En natuurlijk, Borger maakt ook deel uit van de redactie van dit programma. En vanuit deze plaats willen we toch wel heel veel sterkte en kracht wensen aan Borger. Dat hij heel spoedig mag herstellen. En natuurlijk, u kunt ook de power aan Borger sturen. Er is een website opgezet en dat is borgerbreeveld.com. En dan kunt u natuurlijk uw power daar geven, zodat we met z'n allen Ukraka Borger bakken, zodat hij zo snel mogelijk weer de oude mag zijn. En na de reclamebreak zijn we dan terug bij. Ja, minister, ik zag u zo kijken naar het fragment. Ja, we hebben echt een supermooi land. Hè? Dat is 1. En 2, ook ik wens de familie van Borger en Borger zelf veel kracht toe. Laten we hem meenemen in onze gebeden. De Almachtige heeft onze leven en onze dood in zijn handen en hij weet het beste voor ons dus. Ja, dank u wel. En ja, we zijn aan het begin van het jaar. Heeft u een stappenplan? Hoe we dat ministerie eigenlijk, is het moederministerie eigenlijk, als het niet goed gaat met Binnenlandse Zaken, ja, zal het niet goed gaan met de regering?
Nou, we hebben inderdaad een stappenplan. Wij gaan eigenlijk mee met wat de regering ons geeft. Dus wij zaten eerst in de urgentiefase. Nog steeds, dat hebben we gedaan. We hebben de wanorde proberen overzichtelijk te maken. En vanuit daar stappen ondernemen. We hebben contracten laten opzeggen. We zijn bezig met onze landsdienarenregistratie. Dat is een registratie wat heel belangrijk voor ons gaat zijn. Op een gegeven moment gaan wij dan weten hoeveel landsdienaren we in dienst hebben en wat hun capaciteit zijn, wat hun opleiding zijn. Dus het is ook een diepgaand onderzoek en dat probeerden wij eigenlijk eind januari af te ronden. Maar het is zoveel dat we dat eind februari, misschien midden maart proberen af te ronden. Wat daaraan gekoppeld gaat zijn, gaat ook een privé-nummer zijn voor de ambtenaren. Zodat wij gaan een app bouwen, zodat zij kunnen inloggen, zodat ze kunnen zien wat hun status is, wanneer zij vrije dagen hebben opgenomen, wanneer hun gratificatie. Dus wij hebben inderdaad een stappenplan, maar ons ministerie is zo groot dat wij niet alleen een stappenplan hebben, dat wij vorige maand hebben besloten, voor elke beleidsgebied ga ik nu een beleidshouder aanwijzen. Want na de 6 maanden kunnen wij nu ons richten op een beetje meer beleid dan dat we de afgelopen 6 maanden hebben gedaan. Dus voor elke beleidsgebied krijgt een beleidshouder. Dus religieuze aangelegenheden krijgt een beleidshouder, CBB krijgt een beleidshouder, personeelbeleid krijgt een beleidshouder. Want de afgelopen 6 maanden... hebben we wel beleid kunnen uitvoeren, maar we gaan nu over van de urgentie naar de stabilisatiefase en daar gaan we een beetje richting geven nu. En natuurlijk, het public sector reform is belangrijk. Public sector reform is een van de grootste gedeeltes in het crisis- en herstelplan. Public sector reform is alles wat te maken heeft met het herstructureren van de overheid. Dat is ook saneren, het is bezoldigingsstructuur, maar het is ook overheidsmanagement. Hoe gaan de ministeries met elkaar onderling communiceren? Hoe werken ze onderling met elkaar? Dus dat is een van de grootste agendapunten de aankomende 4,5 jaar, hoor, public sector reform. Oké, en ja, de klantenservice, want Rappa had het over de ambtenaar eigenlijk, is een dienaar van het volk. Klopt. En klopt. Ja, er is veel te zeggen over de klantenservice. Klopt. Nou, laten we beginnen bij het begin. Wij willen weer het ambtenaren-eed. Vroeger moesten de ambtenaren eed afleggen. Dat is sinds 2014 of 2013 gestopt. En wij willen dat weer invoeren. Het zal helpen aan een stukje integriteit, want je legt een eed af, toch? Dus, ja. Dus je legt dat niet zomaar af. Klantenservice gaan wij ook aan werken. Wij willen bij CBB starten naar klantenservice gerichte training. Dus we hebben een hele berg wat we willen doen. En we proberen alles de juiste plek te geven, want ik heb dat net al gezegd. Ik wil niet ijver zonder verstand doen. Ik wil niet zomaar dingen zeggen en niet uitvoeren. We willen alles in een matrix plaatsen en dan de doelstellingen en dat verbonden aan tijd en zo een uitvoering aan geven. Ja, en natuurlijk, als we kijken naar de situatie in het land, de ambtenaren voelen het ook. Ja, klopt. Ja, klopt, toch? Klopt. En u hoort de verschillende bonden ook praten over loonsverhoging. En ja, we worden steeds meer met de neus op de feiten gedrukt. Die inflatiecijfer is de 60 gepasseerd. Ja, klopt, klopt. Hoe gaat de overheid die eigenlijk elke dag de kantjes aan elkaar probeert te knopen qua financiën, hoe gaan we dan die ambtenaren meer geld geven? Nou, als het aan mij ligt, wil ik er eerst voor zorgen dat de ambtenaren hun geld krijgen. Waar ze nu op recht hebben, u weet. En we blijven dat zeggen. De afgelopen 6, 7 jaar is er geleend om de ambtenaren te betalen. Het is ons gelukt om het zonder leen te doen. Wat een krant ook zegt, het is ons gelukt om zonder een lening te doen. Dus is niet waar wat het is niet waar wat de krant zegt. Het is ons gelukt. De krant heeft het ook weggehaald van hun website. Het is ons gelukt om zonder leningen ambtenaren te betalen. Dat is één. Tuurlijk, iedereen leidt eronder. De bonden zijn ook in beweging. Maar wat ik ook de bonden vraag, u ziet de situatie om ons heen. U weet wat we hebben aangetroffen. Iedereen, elke bond is het opnemen voor de belangen van hun leden. Wat voor bond dan ook. Maar laten ze rekening houden met de werkelijke situatie die er is. Het gaat niet al te lang meer duren. Ik hoop echt dat we met de maatregelen die vanaf vandaag zijn getroffen, dat we in ieder geval de koers kunnen stabiliseren. Maar heb ik ook gezegd, iedereen moet daaraan meewerken. Niet ja. U kan het alleen, maar ik helemaal niet. Ja, ja. Dus laat iedereen daaraan maar meewerken. De president staat toch niet onwelwillend tegenover een loonsverhoging? Zeker weten niet, zeker weten niet. Dat gaat ook komen. Mm. Ik weet niet of het vandaag is of over een maand of over 2 maanden. Het gaat komen, maar verantwoord denk ik. Ik denk niet dat deze president, deze vicepresident en de minister van Financiën en de bonden waarmee zij praten, dat zij onverantwoorde dingen gaan doen. Want iedereen weet dat we in dezelfde financiële boot zitten die, als we niet oppassen, die tegen de klippen gaat opvaren. Maar ook een grote kans is dat we het gaan overleven.
En vaak vergeten we de gepensioneerden. Gepensioneerden ook. Pensioenen valt ook onder mij. Ja, ik wil ook met de mensen praten. We moeten daar echt wat aan doen. Mijn voorganger, meneer Hassekan, die had echt de pensioenenwaarde vastgemaakt. Maar ja, nu is het ook niks meer. Dus wij moeten ook naar de gepensioneerden kijken. Niet alleen naar de gepensioneerden, ook naar de man van de straat. Wij als regering zijn verantwoordelijk voor ieder. Dus ik heb wel het geloof dat het gaat lukken. Maar het moet verantwoord. We moeten dingen verantwoord doen. Geen populistische maatregelen nemen. En die wetten die u wil aanbieden aan het parlement, moeten dat allemaal gaan versterken? Nou, de wet van rechtspositie politieke ambtenaren is meer om consensus te bereiken tussen politiek en de ambtenarij. Mm. Die wet gaat ervoor zorgen dat wij zeggen, je mag politieke mensen in dienst nemen, mm-hmm. maar belast het volk niet met 40, 50 jaar loon betalen terwijl ze niet aan het werk komen. Zorg daarvoor dat ze dan ook weggaan. En de wet voor gewezen ministers, dat is iets naar mijn voorkeur. Ik heb nogmaals, wij krijgen op dit moment al zoveel van het volk. We krijgen een goede bezoldiging en andere voorzieningen. Het moet niet zo zijn dat we tot onze dood worden verzorgd. Maar ook rekening houden met de politieke realiteit. En dat is rancune. Als er ooit een NDP weer aan de macht komt over 20 jaar of zo, dan gaan zij mij niet meer in dienst nemen als ambtenaar. Dus dan moet ik wel een regeling hebben, toch? Dat ik iets anders kan doen. Oké. En ja, u had het, we zijn in de maand maart. Het is een belangrijke maand, vooral voor vrouwen. U zegt dat vrouwen toch gender... 8 maart is vrouwendag. Dus ze hebben een hele agenda uitgezet. Ik blijf het zeggen, u heeft het over ambtenaren. Maar mijn ambtenaren zijn echt actief. De ambtenaar waarmee ik werk, die voordat ik iets doe, hebben ze het al gedaan. Dus. En u heeft ze zover kunnen krijgen op het ministerie dat iedereen gewoon dat beleid ondersteunt? Ja, vanaf dag 1 al. U heeft het natuurlijk over die bond. Nou, die, ja, ik weet niet. Maar vanaf dag 1 staan de ambtenaren al achter het beleid. Want ik wil een minister zijn die niet boven de ambtenaren staat, maar naast de ambtenaren. Zij kunnen, mijn deur is open, ze kunnen mij altijd bereiken. En ik denk dat dat belangrijk is om te laten zien dat... wat samen gaan doen. Ja. Om even in te zoomen op dat stukje van de vrouwen weten. Er is ook vaker gezegd, zijn rapporten uitgebracht van, ja, in deze periode, COVID-periode, hebben de Wereldorganisatie toch eigenlijk gewaarschuwd dat van, in deze COVID-periode geweld tegen met name vrouwen, de kwetsbare groepen, toch wel toeneemt. En ik weet dat het ministerie een aparte afdeling daarvoor heeft. Ja. Is het in kaart gebracht? Wordt het gewerkt met diverse instanties? Ja, klopt. Wij hadden vorige maand of 2 maanden geleden een Zoom-meeting met, als ik het goed heb, de UNDP samen met het ministerie van Justitie en Politie. En daar zijn er een paar stappenplan opgesteld om het geweld tegen de vrouwen tegen te gaan. En vooral in COVID-periode is het geweld inderdaad groter. Het is jammer om te horen, maar ik heb toen ook aangegeven, we kunnen stappenplannen ondernemen. Maar de man zelf moet ook realiseren dat geweld tegen vrouwen niet goed te praten is. Ik ben zelf tussen vrouwen opgegroeid. Toen mijn vader naar Suriname ging in 1992, 1993, bleef ik alleen achter met mijn moeder, mijn zusje en mijn tante, want mijn tante woonde bij ons thuis. Dus ik snap dat niet, waarom er geweld tegen vrouwen gebruikt zou moeten worden. Maar ja, er zijn bepaalde mensen zo, ik roep de mannen hierbij ook op, doe dat gewoon niet meer. Dus wij zijn inderdaad bezig, samen met het ministerie van Justitie en Politie. Er is een stappenplan uitgezet om dat tegen te gaan. Ja. Oké, mooi. En ja, voor we afsluiten wil ik toch wel weten, Bronto, ik vroeg me altijd af, die naam Bronto, is het een roepnaam? Is het een, is het echt uw naam? Ja, het is mijn echte naam. Gelukkig is het mijn echte naam. Het komt van, mijn vader had voor Pachailor had hij een andere partij, de Pendawalima. Die is toen ook gekoopt, jammer genoeg. Pendawalima, de logo bestond uit 5 Wajang-poppen. Ja. Dat zijn die Javaanse poppen. Dus, en een van die Wajang-poppen, de grootste, de agressiefste, die heet Bronto. Dus maar heb je raakvlakken met die grootste? Nou, mijn ouders zeggen van wel, maar ik wil daar niet aan toegeven. Dus laten we het houden. Dat alleen op grootste dan misschien. Groot gebouwd ben ik. Want eigenlijk, als we u hebben zo gehoord op de politieke podia, dan is het wel die pop. Of toch niet? Daar die pop zeggen ze ook dat hij rechtvaardig is. En dat ben ik wel. Maar agressief, ik weet niet. Misschien als er onrecht wordt gedaan wel. En hoe zie jij deze regering finishen toch wel aan het eind van het vijfde jaar? Nou, wat de president een half jaar geleden heeft gezegd, ik hou hem aan zijn woorden, is dat wanneer je
iets begint en je het in oprechtheid doet, dat het altijd goed zal komen. Ik geloof dat deze president, deze vicepresident en deze raad van ministers in oprechtheid zijn begonnen aan hun job. Het is geen makkelijke job. Er zijn mooiere momenten geweest waarin je president kon zijn, vicepresident of minister. Het is een van de moeilijkste periodes. Maar ik denk nogmaals, als we het in oprechtheid doen en vooral in eenheid, dat wij de job wel gaan finishen. Maar het is nog een lange weg. Er zijn verschillende actoren. Ik noemde voor de grap net MDP, maar laten we dat rechtstreeks, dat bedoel ik niet zo. Maar er zijn krachten die natuurlijk graag zien dat wij naar huis gaan. En die krachten zijn continu bezig. U ziet overal stakingen en niet de staking van de bond, maar kleine stakingen. Dan eentje in Ikeri, dan weer hier, dan weer daar. Wij als regering zijn daar alert op. Want op dit moment, in mijn ogen, tot nu toe, is dit de beste mogelijkheid voor Suriname om eruit te komen, deze partijen. De andere partijen hebben hun kans gehad de vorige periode. Ik vraag ze om ons de kans ook te geven. Ja. Dus laten we kijken als de kans werkt. Ja, ja, als het echt willen geven. Want we zien ook aan de andere kant, als je kijkt naar de verschillende mensen, wat ze allemaal roepen, zeg van, ja, we willen wel de kans geven, maar het is dit, moet je ons niet te veel wurgen. Ja, ja, maar ik denk dat de communicatie ook belangrijk is. Kijk, en dat wordt ook besproken in de regeringsraadsvergadering. Het is geen enkele regering de bedoeling dat hij of zij haar volk uitwurgt of wat dan ook. Er moeten moeilijke beslissingen worden genomen. En dat heb ik al vanaf dag 1 gezegd. Het gaat eerst moeilijker worden voordat het makkelijker gaat gaan. Waar wij voor moeten zorgen is dat de zwakste onder ons, de mensen met de zwakste schouders, het meest worden tegemoet worden gekomen. Of het nou is met verhoging van AOV, of het nou is met verhoging van kinderbijslag, of die COVID-ondersteuning, die wordt vanaf vandaag ook uitgekeerd. Die moeten we tegemoet komen. En degenen die de breedste schouders hebben, die moeten wat inleveren. Waaronder de ministers, die leveren nu ook extra. Dus het is niet zo dat wij het volk willen wurgen, maar u heeft gelijk, het kan soms zo overkomen. En dan ligt het aan ons als regering, maar ook aan de media, om de communicatie beter te doen. Ja. Oké, dank u wel voor uw komst naar de studio. Ook bedankt voor en de uitnodiging. Heel veel succes met uw beleid. Dank u. Okay. Dat was de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo. En ja, hij is niet die Wayan Pop, zegt hij, maar soms heeft hij karaktertrekken. Maar alleen als het moet, want hij is een rechtvaardig persoon. We hebben zo een beetje gepraat over eigenlijk het beleid van zijn ministerie. En wat het ministerie eigenlijk allemaal moet gaan doen. Belangrijk ministerie voor deze regering, voor elke regering trouwens. Heeft u deze uitzending gemist of heeft u net ingeschakeld? Dan kunt u altijd nakijken op onze Facebookpagina ATV Suriname of op onze YouTubepagina. ATV Suriname. Ik wens u een hele genoeglijke avond verder. Tot de volgende keer. Dag.